Priscilla, heb je even? Ja. Jacqueline? Anka, wil je even meelopen? Lana, wil je even meelopen? Oké. Martin, Joni. En van de dierenrechtenorganisatie Bite Back. Wij doen acties op straat in steden om met het publiek in gesprek te gaan. De meeste mensen consumeren nog dierlijke producten, terwijl eigenlijk iedereen het wel over eens is dat het verkeerd is om dieren onnodig te schaden. Nou, we hebben die dierlijke producten niet nodig. We kunnen prima gezond en smakelijk eten op plantaardige voeding. Er zijn steeds meer alternatieven. Dus we willen met mensen in gesprek om hen daarover te laten nadenken. Want we zijn het eigenlijk al met elkaar eens. De meeste mensen vinden het verkeerd om dieren onnodig te schaden. Dus we willen mensen inspireren om stappen te zetten richting veganisme. Heb je al niet het idee dat dat toch al een behoorlijke bewustwording is? Ja, zeker. Maar die kan zeker nog beter en sneller. Want iedere minuut van iedere dag lijden de dieren. En we willen dat zo snel mogelijk die dieren zoveel mogelijk helpen. Ja, als je het negatieve, wat gebeurt er met de dieren waar je het eigenlijk over hebt? Hoe dramatisch is dat? Nou, de dieren worden dus eigenlijk gefokt met maar één doel. Namelijk om ze te gebruiken en te doden voor menselijke consumptie. En ik denk dat de meeste mensen, als je die kippen, varkens en koeien zou vervangen door katten en honden bijvoorbeeld, dan zou Nederland te klein zijn. Dan zou iedereen daar tegen opstaan en daar tegen zijn. Maar als we het bij kippen, koeien en varkens doen en vissen en schapen, dan is het ineens de normaalste zaak van de wereld. Terwijl eigenlijk, dat is puur de rol die wij aan de dieren hebben gegeven. Maar wie zijn wij om dat te bepalen voor andere voelende wezens? We zijn het er inmiddels een paar eeuwen over eens dat het verkeerd is om andere mensen op grond van hun geslacht of huidskleur te discrimineren. Waarom gaan we dan nog wel dieren discrimineren puur omdat ze tot een bepaalde soort behoren? Nou, jij bent een hond of een kat, dus jou willen we een goed leven geven en goed verzorgen en je hele leven laten uitleven. Maar als je een kip bent, dan mag je maar 6 weken leven en krijg je een mes door de keel omdat we je graag willen eten. Mag ik het, u vertelt iets tegen uw kind? Ja, dat klopt inderdaad. Mag ik dat opnemen? Ik ben van Dordt Centraal. Gaat u gerustig door. De dieren die zeg maar dan geboren worden, die worden dan geslacht zodat wij ze kunnen eten. Bij de ene boer gaat dat heel goed, dat is allemaal heel netjes, hebben ze veel ruimte, kunnen ze buiten eten, het gras, dat soort dingen. En bij sommige boeren kan dat niet, en zitten ze met heel veel dieren en heel veel kleine hoekjes dicht bij elkaar. Dus dan gaan ze elkaar zeer doen en die worden daar niet blij van. Daarvoor staan die mensen, die staan hier, om zeg maar de mensen duidelijk te maken dat ze beter op moeten letten op hetgene wat ze eten en minder daarvan eten, zodat de dieren beter kunnen. Ja? Snap je dat? Ja? Dus,